In de tweede klasse heeft Antwerp gisteren een pijnlijke thuisnederlaag gelegen tegen Tubeke. Na een magere 1-12 moest de Great Old nog eens de volle buit zien te pakken. Maar het liet zich in eigen stadion verrassen door het nummer 16 in de stand. Het begint nogthans veelbelovend voor Antwerp. We zijn nauwelijks 1 minuut ver wanneer Guy Dufour John Kofi diepstuurt. Met veel gevoel stift Kofi het lever bij La Haye. 1-0, een droomstart voor Antwerp. Tubeke neemt daarna het initiatief over en wordt daar nog voor het kwartier voor beloond. Karel de Smet kopt de vrije trap van Ladrière voorbij zijn eigen doelman. 1-1. En voor het overige magere eerste helft wordt vooral getekend door een hoge foutenlast. En het gestrekte been van Tubeke-trainer Bronjo richting de aanstormende Kofi. Na de pauze werkt Duffernie een vrij schop van Chiarelli niet goed weg. Chibumbu zet er uiteindelijk zijn linker tegen en zo staat het 1-2. Andermaal een stilstaande fase die aan de basis ligt van een Antwerps tegendoelpunt. Willemsen brengt aan Oumar Diouk. Die zorgt meteen voor gevaar. Zijn kopbal strandt in het zijnet. Geen gelijkmaker, wel nog een doelpunt aan de overkant. Camargo met de lange bal op El Koudbi. Die rond beheerst af 1-3. De doodsteek voor Antwerp. In de 89ste minuut tekent Wanfor nog voor een late aansluitingstreffer. Verder komt Rood-Wit niet meer. Het blijft 2-3. Opnieuw pijnlijk puntenverlies voor Antwerp, dat maar niet uit het sportieve dal geraakt. We moesten vandaag eens terug doen voor de supporters, maar jammer genoeg hebben die weer al verloren. Dat doet zeker veel pijn, voor de supporters ook. En ook voor de spelers. Wij zijn zwaar ongoocheld. Trainer Bart Willemsen was te ontgoocheld om te reageren.